Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 13 juli. Vleeselijke christenen en godvruchtige christenen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Korintiërs 3, vers 3. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt dan u niet naar de mens? Er zijn twee soorten christenen en jij moet de keuze maken wie jij wilt zijn. Wil je een vleeselijk christen zijn of een godvruchtig christen? Een vleeselijk christen is iemand die mensen wilt behagen en meer geeft om wat mensen denken dan om God te gehoorzamen. Ze zijn onvolwassen, handelen vanuit hun emoties en doen wat ze voelen dat ze moeten zeggen of moeten doen. Ze hebben meestal ruzie, zijn ontevreden, snel beledigd en het ontbreekt hen aan vrede. Een godvruchtig christen is iemand die toegewijd de verlangens van de Heilige Geest volgt. Dagelijks voeden zij hun gedachten met het woord en laten God toe in elk gebied van hun leven. Hun relatie met God is de focus van hun leven, elke dag van de week, niet alleen tijdens de kerkdienst eens per week. Als je het nog niet hebt gedaan, dan dring ik er bij jou op aan om een fulltime verbintenis aan te gaan om Christus te volgen. Laat de Heer toe in alles wat je doet. Wandel in liefde met integriteit, nederigheid en vrede. Wees vriendelijk in de omgang met anderen. Toon de vrucht van de geest en geniet van de gunst van God. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil geen vleeselijk christen zijn die altijd wordt geleid door het vlees. In plaats daarvan wil ik geleid worden door de Heilige Geest en een leven leiden die U behaagt. Ik kies er vandaag voor om een godvruchtig christen te zijn en niet een vleeselijk christen. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.